Ik ben Kai Pol, ik ben een van de 8 bewoners van dit pand. We zijn hier in Leiden, in de binnenstad van Leiden, hartje Leiden, in een hele mooie stille tuin. We hebben dat met 4 stellen gekocht en we wonen hier nu met 8 mensen. Oorspronkelijk is het in 1852 gebouwd als weeshuis en oud liedenhuis voor de Lutherse kerk. In de tuin grenst die ook aan het gebouw. We hebben het gekocht van de gemeente en helemaal omgebouwd tot appartementen. En daar dus nogal wat aandacht besteed aan duurzaamheid. Dat zijn bij elkaar 1080 raampjes. Het is ontzettend moeilijk om daar isolatieglas of dubbel glas in te maken. Belangrijk is dat bij de keuze van niet te isoleren, we hele mooie strips in de ramen hebben laten maken. Dus we hebben eigenlijk geen last van tocht bij deze schuiframen. We hebben toen gezegd, we gaan met een warmtepomp werken. Dan besparen we enorm veel energie. En de kosten die we besparen met al die isolatiemaatregelen, die konden we eigenlijk allemaal in die warmtepomp stoppen. En het gevolg is ook dat we nu op ongeveer 1/4 van de energiekosten zitten. Eén bij die deur, eentje hier, daar in de hoek en daar in de hoek en daar in het midden en hier nog in het midden. En daar hebben we in totaal 7 gaten laten boren. Die 7 lussen die hier in de grond zitten en weer terugkomen, die verzamelen zich allemaal in deze put. Dus de 7 blauwe zijn de uitgaande, daar gaat het water de grond in. En met die rode komt het allemaal weer terug. En het verzamelt zich in 2 dikke leidingen die het pand ingaan. Hier was de grote uitdaging dat we het geloof moesten hebben in zo'n warmtepomp. Want ja, als je dan alle deskundigen gaat vragen, dan krijg je ontzettend veel meningen. En dat is dan natuurlijk best spannend om dan toch de durf te hebben om toch te geloven in die warmtepomp. De warmtepomp functioneert hartstikke goed. We hebben alsmaar goede warmte in huis en we hebben deze zomer met het koude water kunnen koelen. Ik heb respect naar zo'n oud gebouw om dat dan wel weer met nieuwe inzichten en met nieuwe idealen te gaan gebruiken. Ja, het is natuurlijk zo kick achteraf dat het gewoon allemaal kon. We hebben die gaten hier gemaakt, het functioneert allemaal fantastisch. En ja, we zitten nog maar op 1/4 van de kosten.